Zij hebben gratis toegang. En dat heeft die schadefans te danken aan het gulle gebaar wat ADO maakte in de tijd dat het dak er half bij hing en niet er helemaal af was, zoals nu het geval is. 11 wedstrijden speelde AZ daar in Den Haag en is daar reuze dankbaar voor dat het op die manier kon worden opgelost. Geen ideale situatie, maar wel eentje die zo weinig schade heeft opgeleverd dat AZ nu mede koploper is. De 11, Wijndal, Koopmeiners, Leeuwin, Svensson, doelman is Bizotzak, Klaasie de Wit en Mietje. De vraag is hoe lang hij mee kan. Mietje trainde niet alles deze week. Idrissi Boadu en Stenk Boadu, jubilaris, 50ste wedstrijd alweer. En wat is hij nog jong. Behalve dat ze gratis toegang hebben, hebben ze ook nog op de consumptie, ik weet niet wat. Hichler is de scheidsrechter in ieder geval vandaag. Er zit een rijtje van de mensen die het toe doen, in meer of mindere mate vandaag. Dat is even wennen, hè? Ja, dit is de manier waarop men elkaar dus begroet. De voorschriften. ADO wordt bedankt op velerlei wijze. Hier is ook nog gesteund voorzitter of directeur Hamdi en Max Huibers. Dat is mooi gedaan op die manier. Chic. Nog even extra aandacht voor het feit dat AZ zo gastvrij is ontvangen in de tijd dat het moeilijk was. Er zullen geen cadeautjes worden uitgedeeld vandaag op het veld. Dat is tenminste toch niet de verwachting. 5 man achterop bij ADO Meijers, De Bok, Beugelsdijk, Stubbs en Spence. Thomas, Baluccia en Bakker. En Bogle en Summerfield. Papa Beugelsdijk is er weer bij. Mietjeu. En vroeg in de wedstrijd een penalty voor AZ. Ja, dat is dan de meevaller die je moet hebben. Dat is al heel vroeg in de wedstrijd. Dan kun je massaal verdedigen. Maar als dan een speler als De Bok te laat is bij De Wit, want dat lijkt de situatie te zijn, dan rest niks anders dan een strafschop. Koopmeiners. Die weet wat het is om een strafschop te benutten. En doet het ook nu weer feilloos. Al gaat Koopmans dan naar de goede hoek. Maar als je hem zo neemt zoals Koopmeiners doet, dan ben je kansloos. En dan heeft ADO toch betrekkelijk snel de band gebroken en hij weet het. Eén zullig moment, net even te laat komen en alle defensieve plannen kunnen de prullenbak in. Want het is toch knullig hoe wat De Bok daar doet. ADO won slechts één van zijn laatste 14 wedstrijden. En dat was de eerste, geloof ik, van Pardew. 19 januari tegen RKC. Wijndal. Idrissi. Idrissi. Ja, er staan er daar veel. Stenks. Van de vleugel gekomen aan de rechterkant. Idrissi. En weer Stenks. Ja, 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 dat is stinkdolardig zeg, wat heet. Dan verrast hij met de binnenkant van de voet. Heel onorthodox, bijna Koopmans. Maar die weet die bal nog net met de rechterarm uit het doel te slaan. Wijndal. Wijndal Klaassen. En Stenks. Idris. Ja goed, doorgelopen Wijndal. Wijndal! Ho, ho, ho. En hoog binnengeschoten AZ op 2-0. Zijn eerste treffer van het seizoen. Ja, dan kun je er wel 6 of 7 gaan neerzetten. Maar dat maakt niet uit. Idrissi, precies op tijd gegeven. En als dan in dit geval Stubbs te laat overkomt, heeft Wijndal in ieder geval de ruimte om dit te doen. En dit doet hij natuurlijk wel mooi. Spectaculair, hard en hoog langs Koopmans. Het beeld verandert niet. AZ blijft aanvallen en ADO blijft proberen tegen te houden. Veel meer zit er niet in.
Dus blijft het voor AZ te doen. Heel makkelijk hier Spence kwijt is, Idrissi. En hem terug kan leggen, bal op de lat. En dan net over. De Wit. ADO dicht bij een 3-0 achterstand. Stinks. Klaasie. De Wit, daar is Stengs nog. Was uiteindelijk niet moeilijk. Voor Koopmans. Meijers. Ja, dat was toch niet onaardig. Thomas en Bakker. De bal nog van richting veranderen. Wijnbal. Idrissi. Dat scheelt toch een half meter. De bal is wel aangeraakt. Ja. Dan leidt het toch het devies te luiden. Voorlopig schade beperken. Maar eens kijken of je toevallig aan een kans komt. Zoals hier. Summerfield. Ja, nee. Ja, dat moet je dit soort kansen natuurlijk wel... In ieder geval op doel schiet. Idrissi. Loopactie van de Wit. Kopt de bal ook bij Bouadou dan uiteindelijk. Is daar een hand bij in het spel. Ichler bezweert van niet. De Wit. Ja. Leek even tegen een arm aan te komen, die bal. Hier. Stubbs. Wijndal. Weer weggestuurd door Idrissi. En dan daar bijna Bouadou. Uitstekend verdedigd Beugelsdijk. De eerste met scherpe van AZ naar rust. Dat kan en het moet dan raak zijn. Binnen gepaast door Klaasie, maar geen treffen. Effen dus voor Mitchell. Zo, de Bok was er even Stengs snel af. Maar dan gaat het mis bij Baluccia. Die het overigens zelf weer min of meer herstelt ten koste van de overtreding. Beetje lomp, krijgt ook geel Roemeen. Vol erop bij de Wit. Het is niet eens... Kwaadaardig, het is gewoon lomp. Slordig is Koopmeiners. De Bakker glijdt weg. Olcik tussen twee man in. Olcik, weer Svensson die daar even vasthield. Olcik die tot een schot komt en de schot wordt geblokt. Neesiet zet het lichaam er goed tussen. Dan Zowaar. Bizot. Idrissi. Stengs. Evjen. Voor het doel is Druif. Stengs. Ja, bal met de hand, broer. Dat is waar. Door Baluccia. En dus. Vrije trap voor AZ. Even buiten de 16. De helft kan wel een momentje gebruiken. Een momentje dat het toe doet. Want daar zijn we bepaald niet mee verwend in de tweede helft. Koopmeiners. Koopmeiners verzorgt dat. En verzorgt dat uitstekend. Het is 3-0.
in de hoek die voor de doelman moet zijn. Die zit er ook wel met zijn hand tegenaan. Maar dat is niet voldoende voor Koopmans om de derde treffer tegen te houden. Hij is goed ingeschoten, maar hij moet voor de doelman zijn, eerlijk is eerlijk. Koopmeiners gaat vandaag van 9 naar 11. Gemaakte doelpunt. Hij verzorgde het mooiste van de tweede helft. En hij opende de score in de eerste helft. Aanvoerder Teun Koopmeiners. Kenzo Goudmijnen in zijn plaats. Stengs. Kreeg hem van Druif. Stengs. Idrissi. En dan Druif. Ja, dat is lekker zeg voor een spits. Dat is lekker. Hem even daar in de 89e minuut van dichtbij binnen rossen. Druif zelf bij de opzet van de aanval betrokken. En dan worden er toch nog ruime cijfers. Idrissi. Druif daar weggelopen. Druif, verre hoek. Koopmans met de voet. Het is graven wat betreft deze wedstrijd. AZ geen enkel probleem. ADO bedankt. AZ wint. En het wint overtuigend. En het wint met goede cijfers. Met 4-0 van ADO.